Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes zijn al aan het spelen geweest. En ze gaan nu een boterhammetje eten. Liam die is heel druk vanochtend. En die, ik weet niet wat hij allemaal in zijn hoofd heeft. Maar dat is net een stuntman. En hij zit nou hier. Hij klimt overal overheen. Jordi zit even een filmpje te kijken, want die kon de drukte van Liam niet aan. Ben je hem doen, Liam? Je bent lief. Ben je hem doen? Hier gaat hij weer daarop staan. Twee, sporen. We zijn op de trein van Jordi. Ben je allemaal aan het doen? Ben je allemaal aan het doen? Oh, oké. Nou, dat is Liam dus aan het doen. En Jordi die zit dus een filmpje te kijken. En ik ga nu even brood smeren voor die twee. En dan kunnen ze een boterhammetje krijgen. En Liam gaat dan lekker naar bed. Dat is één. En dit is nummer twee. Nummer twee is ook nog aan het poepen ook. Als goed slapen de kindjes nu. Jordi die had wat problemen met de slaap komen. Die ligt, het is nu stil. Ik ga ook niet kijken. Want als ik nu ga kijken dan wordt hij weer wakker. Daar heb ik echt geen zin in. Er is net een pakketje binnengekomen. Iets waar ik gisteren al op aan het wachten was. Van de Hema. En daar zitten ook dingetjes in voor de baby. En er zit iets in voor Jordi, als het goed is. Yes. Ik had deze doosjes besteld. Voor de baby. Die komt de eerste tijd op onze slaapkamer. En ja, ik wil wel een aantal dingetjes van de baby gewoon weg bij hebben. Dus dan kan ik dat hierin doen. Zoals bijvoorbeeld oorwatten, staafjes, dat soort dingen. Dan heb ik die altijd gewoon weg bij me. En die passen daar dan natuurlijk ook makkelijker in. Plus, toen Liam net geboren was, hadden we deze. En ik heb bewaardozen voor de kindjes. En daar zit bijvoorbeeld dat mutsje zit daar ook in. Omdat dat zijn eerste mutsje is.
En ik heb gewoon het principe, dat is gewoon van het kind. En dat komt gewoon niet bij het andere kind dan. En die had ik in het beige. En nu heb ik er twee in het grijs besteld. En deze paste echt gewoon super goed. Dus die waren ook super fijn en makkelijk schoon te krijgen. En dus die heb ik er twee besteld. En ik vind ze gewoon fijn. Dus ja, ik zei tegen Niels van, dan bestel ik twee gelijk. Want ik heb nog heel veel mutjes hoor. Maar ik wil gewoon dan een mutje hebben die eigenlijk overal bij past. En dat dan, dat je dat dan hebt. Dus die heb ik er twee. En dan heb ik voor Jordi, want we zitten eigenlijk een beetje te twijfelen of dat hij toe is aan een kussen. En ja, daar zitten we gewoon echt om te twijfelen. En om gelijk een hele grote kussen te kopen, ja, dan weten we niet of hij daar iets mee wil. Dus wat hebben we nou gedaan? Ik zag bij de HEMA dat deze in de aanbieding was. En hier kan ik dus gewoon een kussensloop omheen doen. Zodat hij gewoon lekker schoon blijft natuurlijk. En ik kan hem natuurlijk later ook nog voor iets anders gebruiken als Jordi hem niet fijn vindt. Maar ja, dat is dus deze kussen. En hij is niet te groot, hij is niet te klein. Hij past er in principe gewoon met zijn hoofd op. En hij is ook niet te dik, zeg maar. Dus hij kan er gewoon lekker zo met zijn hoofd op liggen. En als Jordi hem niks vindt, dan komt hij hier gewoon op de bank te liggen. Ook simpel. Dus dat is wat ik had besteld. Dus ik heb daar nu allemaal binnen. En dan kan ik dat allemaal langzaam gaan vullen. Nou, sommige mensen zullen denken van, wat een onzin wat je hebt gekocht. Maar sommige dingen heb je gewoon nodig. Of wil je gewoon hebben. Of ja, wil je hebben. Heb je een idee van, daar kan ik iets mee. Dus vandaar dat ik heb gekocht. Oh mensen, ik ben kapot. Oh, dat gaan jullie mij echt zo vaak nog horen zeggen. Hier is iemand wakker. Hallo. Was jij wakker? Hi. Een lekker ding. Ja? Kom je eruit? Kom je eruit? Ja. Zo knuffelen, hè? Ja, knuffeltje. Je bent zo groot geworden. Hoe komt dat? Dat komt omdat dit je droom is. Omdat ik dus een aantal dingen moest doen, heb ik Jordi even in de box gezet. Maar dan kom ik terug en heeft zijn broertje weer iets uitgevreten. Wat ben je aan het doen? Waarom sta jij daarop? Nee, waarom sta jij op die locomotief? Waar is daar nou weer goed voor? Nou, dat ga ik even oplossen. Een hele goede morgen. Ben je wel aan het doen, Lily? Oh, net had hij een grote mond en nou is hij een keer stil. Jordi slaapt nog. Liam die had vanochtend een heel leuk cadeautje voor papa. En die zit dus. Die had dus een flinke luier. Dat is niet slim. Maar denkt hij bij zijn eigen, ik kan ook draaien en vallen. Dat is niet slim, hè? Nee. Hij is zo op de ontdekkingstoer. Geweldig, maar. Je denkt echt af en toe, je komt in een situatie, jongen, waar je echt. Maar goed, dat is babyrealiteit. Dit is ook babyrealiteit, moe zijn.
Alleen weten hun dat natuurlijk niet. Ja? Wat heb je nou weer uitgevreten? Ja? Wat? Ja, je komt er nou niet uit. Nee. Je komt er nou niet uit. Oh, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Wij aten van de week frietjes. En meneer die had ik een frietje gegeven. En die had echt zoiets van... Wat is dat? Frietje? Ik heb nog één. En die is gewoon zelf van mijn bord af gaan pakken. Ja, dat doet hij dus ook. Dus hij zit nou regelmatig, zit hij nou ook zo, zit hij te kijken of dat er iets op staat. Of dat hij het kan grappen. Slimmerik. Maar ja, in ieder geval, laten we de ochtend beginnen. Of in ieder geval de dag beginnen. Ik ga mij zo even aankleden. En dan, gaan we maar aan die arbeid. Wat? Doe je zeuren? Hoeveel kan jij zeuren? En er staat niks, hè? Ja. Ik ga aan de gang hier. Anders dan dat. Liam die ligt al op bed, maar ik heb hier nog een lachenbekkie. Hallo. 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 Adieu. Ja. Ja, heb je net je melkje op? Lekker in je buikie. Lekker vol buikie. Hè? Vertel maar, ik heb mijn fruitje op, ik heb koekjes op, ik heb een boterhammetje op en ik heb melkie op en ik heb drinken op en ik heb alles op. En ik heb lekker gesnoep vandaag. En dan ga ik dadelijk naar bedje toe. En dan ga ik dadelijk naar bedje toe en dan ga ik slapen. Maar ik zal wel weer dwars liggen. Dus niet slapen. Tenminste, of heel laat. Ja. Ik moet toch zeggen, elke keer weer breekt je hart hoor. Jordi die was wakker geworden met heel veel buikpijn. En we hebben het tot nu toe heel erg goed onder controle gehad. Alleen ja, je blijft altijd van die momenten houden dat het dan toch misschien net niet is gelukt. Dus even het tafeltje aan de kant schuiven. Maar we hebben net Jordi dus weer geholpen met poepen. Want Jordi was wakker geworden hè. Van de buikouw. Ja. Je lag zo lekker te slapen al. Hè? Ja, hij lag echt lekker te slapen. Dan was hij wakker geworden, had hij buikouw. En dan hebben wij hem eventjes geholpen met poepen. En dat is natuurlijk nooit leuk om mee te maken. Maar we weten dat we het doen voor, ja,
een goed doel, om het even heel stom te zeggen. Hij heeft een heel dikke drol gemaakt. Hij heeft een hele, ja, geen harde drol, maar gewoon zoals het hoort bij Jordi. Een grote hoeveelheid. Een grote hoeveelheid, dus zijn darm is weer leeg. Zover wij weten. Dus hij kan nu, hij kan nog wel buikpijn hebben, maar hij kan nu niet zeg maar de last meer hebben die hij had. Hé jongen? Ja. Ja. En zijn kontje is ook helemaal rood nu, omdat ja... Joef, ga weg. Dan heeft hij daar echt last van. En dan wordt het gewoon rood. Daar doe je niks aan. En we hebben het dus ook helemaal ingesmeerd en alles. Zodat hij toch een beetje zijn ding geregeld heeft. Maar ja, het is nooit leuk om je kind zo te zien, hè? Nee. En dit is gewoon een beetje nazuren van hem. Ja, jongen? Het is een beetje nazuren, hè? Ja. Ondertussen heeft papa de tv hard aanstaan. Joef, ga eens weg. En het hondje zit ondertussen te vervelen. Ja, zit ook te vervelen, hè, de hond. Maar die bedoelt het ook lief, hoor. Wil je de bank op? Kom maar, dat kan jij. Je kan gewoon de bank op. En hebben hem net lekker drinken gegeven, zodat hij ja, toch een beetje weer rustig wordt. En extra vocht is nooit slecht. En dan krijgt hij ook gewoon lekker, hè? Ja. Oeh, doe je ze een kusje geven? Nee, krijg ze geen kusje nou? Oké. Ik ga hem eens even bij me op schoot pakken. Jordi. Jordi, kijk eens. Hallo. Er zijn ook kinderen met hiersprong die gewoon echt dagelijks geholpen moeten worden. Dus wij hebben gewoon in principe het onder controle, hoor. Maar het is gewoon een terugkerend dingetje. En dat blijft zijn hele leven waarschijnlijk. Ja. Waar ga je heen? Wil je de mensen vertellen? Wil je de mensen wat vertellen? Dan moet je daar niet stoppen, Niels. Ja. Wil je de mensen wat vertellen? Oh, dat ben jij. Ja. En als mama het zo naar de andere kant doet. Als mama het zo naar de andere kant doet. Oké. Zo. Dat vind ik zo ook goed. Maar papa, volgens mij heeft hij weer wel gepoept. Ik ruik iets. Of het zijn scheetjes geweest. Ja. Wat ben jij? Dat is Jordi. Oh, kijk, wil je een kusje geven? Dat is lief. Oh, dat is lief. Ik doe dan wel kusjes geven aan jullie. Ja. Een goeiemorgen. Ik ben momenteel bezig met de was. Ik heb alle bedden afgehaald. Ga ik zo weer opmaken. En... ik ben boven bezig met poetsen en in ieder geval, ik ben aan het opruimen en aan het doen, noem het wat je wil. Beneden is Niels nu de kinderen fruit aan het geven en ze zijn net in bad geweest. En ik ga weer even verder, want veel te doen. Ik heb veel in mijn hoofd zitten wat ik moet doen. En ja, dat wil ik dan allemaal in één dag poppen, dus juist. Dat moeten we dan maar ook doen natuurlijk. De kindjes hebben inmiddels geslapen. Niels is voor mij van alles van de zolder af aan het halen voor de baby. Zodat ik dat op mijn gemakje allemaal kan gaan uitzoeken. En dat ik alles eigenlijk een beetje kan wassen en alles.
Jordi en Liam zitten nu even in de box. Zijn even aan het spelen. En even ook een filmpje ondertussen aan het kijken. En ja, dan ga ik dadelijk boven weer verder. Ik moet ook nog even naar de winkel. Dat moet ik ook nog doen. Dus, maar ja, we hebben in ieder geval beneden gepoetst, dus beneden is het allemaal netjes. Dus als ik boven iets niet kan of lukt of zo, dan is dat maar zo. Zolang de kindjes met een schoon bedje liggen, en dat liggen ze gelukkig. Dus dat heb ik allemaal geregeld. En ik heb gewoon een klein clowntje hier hoor. En die andere clown staat daar. Ik ben straks nog naar de winkel geweest. Boven heb ik nog het een en ander gedaan, maar ik heb nog niet gepoetst. Dat doe ik morgen heel eventjes. Morgen hebben we een hele drukke dag. Dat betekent dat ik nu dus ook al eten aan het maken ben vanmorgen. Ik heb net ook gejankt van heb ik jou daar. Want ik heb ui gesneden. Morgenochtend heeft Niels eerst met Jordi logo. Want Niels is morgen vrij. En dan gaat hij met Jordi naar de logopedie dus. Ik moet van tevoren nog bloed prikken. En 's middags moeten wij naar de intake voor Jordi. Voor zijn schooltje. En dan gaan we bespreken wanneer hij daar terecht kan en alles. En daarna moeten we naar een hypotheekadviseur voor de verbouwing. En dat betekent dus, ja, wij kunnen niet overal Liam meenemen. Bij Jordi kunnen we niet, zeg maar, meenemen naar de hypotheekadviseur. Maar wel naar zijn schooltje. Dus dat betekent dat we oppas nodig hadden. En Bianca zei dat ze dat heel graag zou willen doen. Dus Bianca komt oppassen. Maar dat is rond etenstijd. En wij vinden wel dat als mensen hier rond etenstijd zijn, dat er gegeten moet worden. Precies. Zowel voor ons als voor de kindjes. En Bianca die zei gelijk, ik wil ei. Ja, dus. Ik ga sambal goreng teloor maken. Ik moet heel veel eitjes maken, want papa, Bianca, Manuel zijn allemaal eifanaten. Dus dat moet ik dan maken. En dan maak ik ook nog een paar dingetjes met varkensvlees. En ja, dus daar doe ik nu vast maken. Is ook lekkerder dan voor morgen. Dus dat is wat ik ga doen. En ja, dus dat is eigenlijk een beetje de situatie op dit moment. We hebben vandaag best wel veel gedaan. We hebben beneden van alles gedaan, boven van alles gedaan. En morgenochtend ga ik, als Jordi met papa weg is, ga ik boven verder. Zet ik gewoon Liam in Jordi's bed. Heeft hij genoeg speelruimte. Dus dat gaan we doen. Ik ga nu heel eventjes dus eten koken voor morgen. De eitjes heb ik erop staan, ui heb ik al gesneden. Nu ga ik even mijn specerijen en de hele zooi erbij pakken. En dan gaan we eens even aan de bak. Ben je mijn knuffelbeetje? Nee, ben je niet mijn knuffelbeetje? Zo, nou, zoals jullie zagen, wat jullie hebben gezien, laat ik het zo zeggen. Ik heb gemaakt, dat rode, dat was sambal goreng telor. Wat je daarna zag was babi ketchup. Dan heb ik alvast voor de nasi, heb ik alvast vlees met groenten gemaakt. Dus ik hoef alleen nog maar rijst erheen door te bakken. En daarnaast heb je spekjes à la moi. Gezien. En dat is wat we morgen eten. En Niels? Ja, die spekjes waren op bezoek van mij. Ja, jij moest spekjes hebben. Mm-hmm. Want de spekjes moeten op voorraad blijven. Ja, dikke nek ga je wel houden, jongen.
En Bianca die zat ook al te watertanden, begreep ik. Dus ja. Nou ja. Ik ga heel eventjes deze vlog editen. Zodat die toch nog online kan komen morgen. En wij gaan dus bij deze upsen nou ook afsluiten, hè, Niels? Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende!